Het eerste koppel waarvan al snel duidelijk was dat het een totale mismatch betrof, waren Anneke en Dirk. De twee konden elkaar niet zien of luchten. Anneke vernederde Dirk meermaals. Het was zelfs zo erg dat Dirk op televisie in tranen uitbarstte. In het geval van Sarat en Malou duurde het iets langer. Tijdens het koppelsdiner deed Malou denigrerende uitspraken, waar kijkers erg van schrokken. Zo vertelde ze onder meer dat ze bij het altaar niet onder de indruk was van haar aanstaande. Over Jernej en Jeffrey is een hoop te zeggen. De twee voelden een geweldige klik bij het huwelijk. Tijdens het koppelsdiner kreeg het huwelijk van Jernej een 9,5 als cijfer. Als Jeffrey daarna in zijn auto stapt om Jernej te vertellen wat hij voelt, zegt zij hetzelfde te ervaren. Maar, de twee zijn niet meer samen. Het goed ingevoerde EJC-kanaal Reality.fbi weet namelijk dat Jeffrey al een tijdje niet meer samen is met Jernej. In plaats daarvan probeert hij zijn ex-vriendin terug te krijgen. Er is het verkeer dat er niet om ligt. Zouden Gerben en Erik dan nog steeds bij elkaar zijn? Het antwoord daarop is wederom negatief. Gerben heeft zelfs een nieuwe vriend. In Tilburg brengen ze het nu nog alsof ze collega's zijn. De realiteit is echter anders, want Gerben en zijn nieuwe vlam zijn al meermaals intiem gespot.